Welkom allemaal. Goed om weer terug te zijn. Nogmaals dank aan onze regiohelden over de praktische verhalen. En nu gaan wij echt verder de diepte induiken op het strategische plan, de robuuste rolluitstrategie voor regeneratieve regionale systemen. En dat doet samen met Erik Koldenhoff en Mark Frederiks later. Nu eerst Erik Koldenhoff van de gemeente Amsterdam. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Erik Koldenhoff en ik ben programmamanager voedselstrategie van de gemeente Amsterdam. En ik ga jullie vanmiddag wat vertellen over wat doet de gemeente Amsterdam überhaupt aan voedsel. Waarom moet de gemeente überhaupt iets aan voedsel doen, zou je ook nog kunnen afvragen. En specifiek ga ik uiteraard vanwege deze middag inzoomen op het onderwerp lokaal voedsel, regionale voedselsystemen en hoe we daar als gemeente aan kunnen bijdragen en ook graag aan willen bijdragen. Ik heb als het goed is ergens een klikker, maar waar is de klikker? Hier is de klikker. Goed, misschien eerst iets over de voedselstrategie van Amsterdam. dat kan gebeuren. Een aantal jaar geleden, 2018, heeft het college dat er nu nog zit besloten om voedsel prominenter op de agenda te zetten van de gemeente. In de samenwerking met allerlei partijen die al lang met voedsel bezig zijn in Amsterdam. Maar ook om te kijken wat moeten we nu echt doen. Op welke onderwerpen moeten we nu eigenlijk inzetten om die voedselstrategie in de breedte te laten werken voor de verandering van het voedselsysteem waar wij het allemaal vandaag, maar ook in heel veel andere discussies met elkaar vaak over hebben. En daarvoor zijn 6 lijnen ontwikkeld de afgelopen jaren. En die loop ik even kort langs om dan uiteindelijk het meest stil te staan bij de 4e lijn. Dat verklap ik alvast, want die gaat over regionale productie en distributie. De eerste lijn is iets wat we in Amsterdam al heel goed kennen, is het fenomeen van samen voedsel verbouwen, samen voedsel eten. Amsterdam heeft een hoge horecadichtheid, dat weten de meeste mensen wel. Maar dat is ook iets om daarmee tot uiting te brengen, dat voedsel in die zin ook een belangrijk onderwerp is binnen de gemeente Amsterdam. Maar ook het onderwerp stadslandbouw bijvoorbeeld. We hebben een forse subsidiepot elke collegeperiode weer om stadslandbouw te stimuleren. Laatst nog met een school die andere mensen in Amsterdam weer opleidt tot het zelf voeren van een eigen stadstuin. Op een dak, op een bouwterrein dat voorlopig braak blijft te liggen of waar dan ook in de straat. Dus die sociale functie, die vinden we heel belangrijk om te stimuleren. En we hebben het vandaag al als eerder gehoord, namelijk boeren voor buren. Dan gaat het meer om een andere sociale functie van voedsel, namelijk om de mensen die het tijdelijk niet kunnen betalen of daar echt problemen mee hebben, om dat op langere termijn te doen, te helpen en te ondersteunen met voldoende voedsel dat gezond is en in ieder geval ook betaalbaar. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn gaat over afval en voedselverspilling. Voedselverspilling, voor zover ik nog niet weet, maar voedselverspilling is een enorm grote milieuvervuiler, om het zo te zeggen, vanwege het feit dat er zoveel transport en überhaupt energie wordt gestoken in de voedselproductie. En als het dan vervolgens voor een derde, wat we weten, niet wordt opgegeten, dan is het makkelijk uit te bedenken dat dat tot enorme voedselverspilling leidt. En daar willen we als gemeente met heel veel partijen in de stad een halt toe roepen door allerlei projecten daarin te steunen. Ook daarin komt Boeren voor Buren, ik moet het toch nog een keertje noemen, weer terug. Omdat namelijk gebruik wordt gemaakt van voedsel dat bij de lockdown, de eerste lockdown vorig jaar maart, bleef liggen. Wat moet je er dan mee naartoe? En dat vond uiteindelijk een fantastische bestemming bij de bewoners van de stad. Die op dat moment vanwege het verlies van hun baan bijvoorbeeld direct in de problemen kwamen. Dus daar is een fantastische match gemaakt vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van voedselverspilling. Dat doen we met heel veel meer projecten. Een derde lijn is de gezonde voedselomgeving. Al langer is de gemeente bezig met dit thema, omdat al, wat voor zover je kunt nagaan, denk wel de afgelopen 20, 25 jaar zijn kinderen bijvoorbeeld steeds zwaarder geworden. Al vroeg bij de opvoeding blijkt dat veel kinderen al overgewicht hebben tot zelfs obesitas. Hoe kunnen we dat tegengaan? Dat is een grote verantwoordelijkheid van de gemeente vanuit volksgezondheidsperspectief om de kinderen uiteindelijk straks een gezondere toekomst te geven
En een van de belangrijke dingen naast bewegen, veel meer bewegen voor kinderen, is natuurlijk gezonde voedsel. En dus daar ligt al heel veel aandacht voor op scholen, in de sport. We kijken naar normen die we kunnen opleggen, ook bij vergunningen, bijvoorbeeld bij evenementen, om te zorgen dat het aanbod van voedsel gezonder wordt en dat overal altijd water, gewoon water beschikbaar is. Het schijnt heel bijzonder te zijn, maar het is echt belangrijk. Dan de regionale productie, daar ga ik zo wat verder op in, dus dat sla ik nu eventjes over. Het vijfde onderdeel is ruimte willen geven als gemeente voor ondernemerschap. In een stad die altijd groeit en waar de focus op dit moment in belangrijke mate natuurlijk ligt op meer woningbouw, is ook werk nodig. En er zijn gelukkig ook heel veel ondernemers bezig met het thema voedsel en die zoeken ruimte in de stad. Of die zoeken mogelijkheden om samen met elkaar door netwerken op te bouwen of door producten samen te ontwikkelen elkaar te vinden. En daar wil de gemeente graag aan bijdragen. Door te investeren in bijeenkomsten, evenementen en ook kijken naar voldoende bedrijfsruimte. Het laatste onderdeel van die zes lijnen van de voedselstrategie van Amsterdam gaat over dierenwelzijn en eiwittransitie. Waarbij met name de focus ligt op dat laatste onderdeel. Hoe kunnen we Amsterdammers aan een meer plantaardig voedselpatroon krijgen? De landelijke ambitie die is daarvoor al uitgesproken. Namelijk om te kijken of we van de huidige consumptie van vooral dierlijke eiwitten een transitie kunnen maken naar consumptie van meer plantaardige eiwitten. Heeft de gemeente daar een rol in? Ja, dat vindt de gemeente in dit geval wel door ook een actieplan daarvoor te maken. Dat is nu in de bestuurlijke besluitvorming, dus het is nog niet helemaal rond. Maar vanaf volgend jaar verwacht ik dat we hier volop verder gaan inzetten. Dan kom ik terug op de vierde lijn, de regionale productie. Er is berekend, en veel hoor je ook over die 4%, 3 tot 5%, dat maakt even niet zoveel uit, van wat er op het bord van de gemiddelde Amsterdammer ligt dagelijks, komt eigenlijk uit de regio waar wij het vandaag over hebben. Dat betekent dus heel veel procent niet. Zeg maar even meer dan 90% komt niet uit de regio. We hebben het al eerder genoemd, en het is ook al eens eerder vandaag genoemd, van dat sommige producten wel nou, duizenden tot tienduizenden kilometers moeten afbrengen om überhaupt op het bord van Amsterdam in Amsterdam terecht te komen. Dat moet anders en dat is natuurlijk ook waarvoor we hier staan. Samen met de provincie kijken we naar die ambitie die we willen halen in 2030 om 25% van wat de Amsterdammer gemiddeld eet per dag door het jaar heen uit de korte keten te laten komen. Waarom? Nou, dus wat ik al zeg, die 30.000 kilometer, is dat eigenlijk niet een beetje gek? Dat zoveel producten zelfs met het vliegtuig hier naartoe worden gebracht, dat levert nogal wat milieuvervuiling op, dat kan iedereen bedenken. Maar ook daarbij kan je afvragen, hoe ethisch is het wat er allemaal uit het buitenland komt, wat in Nederland uiteindelijk wordt verkocht? We weten allemaal dat de arbeidsomstandigheden in Nederland over het algemeen goed zijn. Ook nog niet overal en ook nog niet altijd in de hele agrarische sector, maar over het algemeen wel. Maar we weten ook dat in heel veel andere landen dat een stuk slechter is. En dat hou je in stand door altijd maar die producten hier naartoe te halen. Iets anders ethisch is ook natuurlijk de biodiversiteit. Voor heel veel producten is het in andere landen nodig om ontzettend veel water te verbruiken, waar water eigenlijk helemaal niet zo makkelijk beschikbaar is. Nou, dan kan je je afvragen of dat dan het waard is om die producten misschien voor een dubbeltje goedkoper naar Nederland te halen, terwijl wij het hier zelf maken onder de meest, zeg maar, klimatologisch gunstige omstandigheden. Dat willen we veranderen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, kunnen we producten gezonder aanbieden aan de consumenten? Heel veel producten die we nu consumeren zijn extreem bewerkt. Ze zijn helemaal gedeconstrueerd, zou je kunnen zeggen. En er is vervolgens weer een nieuw product van gemaakt. Het verhaal dat ik daarbij altijd gebruik is ook dat de melk eigenlijk helemaal van een koe helemaal uit elkaar wordt gehaald in vetten, in eiwitten en in andere voedingsstoffen en water. En dan wordt daar vervolgens weer nieuwe melk van gemaakt. Voor mij is dat iets zo onbegrijpelijk dat we op deze manier leven, dat ik denk, daar moet echt een verandering in komen.
En tot slot, er is ook een vraag, simpel gezegd, omdat in Amsterdam al best veel markten zijn, maar ook een kritische bevolking, kan ik wel zeggen, die ook wil weten waar komt het eigenlijk vandaan. Gelukkig zijn heel veel mensen zich daar al mee bezig. Willen ze ook weten van, wat eet ik eigenlijk? Discussies over voedselveiligheid van 20, 30 jaar geleden hebben dat ook aangewakkerd. Toen was eigenlijk niemand daarmee bezig, maar opeens werd er, ja, er zitten wel heel veel E-nummers in. Sommige zijn heel normaal en stellen niks voor, maar andere kan je je afvragen of dat nou goed is. Vanuit die gezondheidsgedachte, ook vanuit de GGD Amsterdam is gezegd, ook we moeten echt naar gezonder, door minder vet, minder zout, minder suiker en meer gezonde vezels in de producten terug te brengen of te houden. Door ze niet zo ver te bewerken. Dat zijn redenen waarom we zeggen, dat moet anders op het bord van de gemiddelde Amsterdammer. Daarin denken wij dat Amsterdam eigenlijk een hele goede markt is, ook voor de korte keten, om het zo te zeggen. Want Amsterdam is relatief gezien voor Nederland, maar ook voor grote steden, zeer koopkrachtig. Want een koopkrachtig publiek. Dat ook nog wel een morele oriëntatie heeft van dit kan anders, dit kan beter. Sociaal, hoog moreel appel in de stad aanwezig. En dus daar kan je wat mee als je het verhaal wil vertellen van de korte keten. Er zijn per dag ongeveer 1,5 miljoen werknemers in Amsterdam die allemaal ergens een baantje hebben, die allemaal moeten eten, tussen de middag op zijn minst. En vaak ook nog de boodschappen in Amsterdam doen om weer mee naar huis te nemen. Dus er is een enorme koopkracht in die zin. Dan krijgt Amsterdam, even de corona weggerekend, wie lukt dat nog? Maar nog niet zo lang geleden kwamen er gewoon 22 miljoen toeristen per jaar naar Amsterdam. Dagjesbezoekers, mensen die wat langer in de stad zijn. Nou, dat is natuurlijk ook een enorme potentie, want toeristen, in ieder geval een deel ervan dat wat hoger segment zoekt bijvoorbeeld in musea, maar ook in eten, dat is daar rijp voor. Dat wil dat graag betalen en is het soms ook al wel gewend in eigen land en vindt het raar dat het hier niet is. Dus in die zin is daar absoluut, denk ik, heel veel markt voor. En wat blijkt ook, dat heel veel mensen het in de stad al zelf doen. Daar kom ik aan het eind nog wel even op terug om te vertellen wat gebeurt er eigenlijk allemaal in Amsterdam op dit moment. Maar het is een feit dat heel veel mensen al zelf het heft in handen hebben genomen door te zeggen, we gaan het zelf verbouwen. We wachten niet op de industrie, we wachten niet op de boeren, om het kort zo te zeggen. We gaan het gewoon zelf doen in de buurt, al is het maar met een paar producten, we gaan ergens beginnen. Nou, daarvoor denk ik dat het Amsterdam als gebied een enorme potentie heeft om deze lijn die we hier vandaag bespreken krachtig in te zetten. En om dat allemaal te onderstrepen hebben we ruim een jaar geleden, op 31 oktober 2020, de regionale alliantie voor de korte keten afgesloten in de vorm van een intentieverklaring. En eigenlijk wat we hier nu vandaag gaan doen zijn, is natuurlijk te onderstrepen met praktijkvoorbeelden dat we het ook echt aan het doen zijn. En die alliantie die is gesloten met heel veel verschillende partijen. Dat is ook het mooie van, want de gemeente wil en kan het ook helemaal niet zelf. Daar hebben we heel veel andere partijen voor nodig. Heel veel partijen zijn ook al eerder vandaag genoemd. Hè? Dus ik noem Boeren voor Buren, ik noem Impact Hub, maar ook bijvoorbeeld Voedsel Verbind. Een belangrijke co-partner van Amsterdam, omdat wat Amsterdam wil is eigenlijk wat Voedsel Verbind in de regio wil. Namelijk al die partijen aan elkaar verbinden om te zorgen dat die korte keten ook echt tot stand komt. Samen met provincies, samen met gemeenten, maar vooral met ontzettend veel boeren. En ook bijvoorbeeld bedrijven zoals de Rabobank, die daar ook aan bijdragen. Nou, ik ga ze niet allemaal opnemen, maar wel belangrijk is dat dat aandeel natuurlijk van dat in de regio geproduceerde voedsel gaat toenemen. En hoe kunnen we, en ook dat is natuurlijk het vraagstuk dat vandaag voor ligt, daar een modern woord dat iedereen tegenwoordig gebruikt, een roadmap op ontwikkelen om te zorgen dat we eigenlijk een stappenplan kunnen maken om te zorgen dat we ook echt dat concreet gaan doen en ook gaan meten. Mark Frederiks heeft al eerder vandaag aangegeven hoe belangrijk het is dat je ook met die data, met die ICT iets doet om ook te kunnen zien wat is dan die groei? Hoe weten wij dat in 2030 ook echt die 25% lokaal voedsel op het bord van die Amsterdammer ligt? Daarvoor zijn grote investeringen nodig en dat kunnen we dus uiteraard alleen maar
door samen te werken in de hele metropoolregio. Dus niet alleen Amsterdam, niet alleen provincie Noord-Holland, maar eigenlijk alle gemeenten, nou zeggen ze op een schaal van 100, 120 kilometer vanaf Amsterdam gerekend. En als we het dan toch over die schaal en die straal hebben, dan hebben we ook vanuit Amsterdam in de voorbereiding naar dit traject waar we nu mee bezig zijn toe afgesproken met elkaar. Ja, wat is nou het verhaal dat je kunt gebruiken om ook de Amsterdammer hier warm voor te maken? Ik heb natuurlijk al een aantal dingen gezegd, hè, want Amsterdammers zijn er al mee bezig, een deel, maar heel veel mensen niet. Wat kan hun interesseren om ook bijvoorbeeld trots te zijn op dat het hier allemaal al is? Wat kan hun interesseren om het ook te herkennen als ze even naar buiten gaan? Amsterdam is zo'n beetje de groenste metropool van de hele wereld. Hoe meet je dat? Door te zeggen, nou, binnen een kwartier kan elke Amsterdammer ergens in een echt een groene omgeving zijn. In een park of aan het IJ, bij wijze van spreken. Maar dat kan natuurlijk ook in het landschap rondom Amsterdam zijn. Nou, en wat ligt daar voor moois? Een prachtig werelderfgoed, namelijk de Stelling van Amsterdam. Die is daar al 150 jaar geleden uiteindelijk neergelegd, nooit gebruikt. Voor het doel waarvoor het bedoeld was, namelijk als verdedigingslinie. Maar wat er, omdat het niet gebruikt werd, wel is gebeurd, is dat het land vervolgens ingenomen is door allerlei mensen die voedsel verbouwen. Dus het is eigenlijk al meteen na de oplevering, zou je kunnen zeggen, gebruikt als voedsellandschap. Alleen dat besef en die koppeling, die zijn er nooit gemaakt. En dat is wat we nu zo graag willen veranderen door die samenwerking te zoeken met alle partijen die hier vandaag aanwezig zijn en nog veel meer partijen in en om Amsterdam heen. Waarbij je die stelling van Amsterdam, heb dat dan maar getransformeerd naar voedsel rond de stelling, gebruikt als metafoor voor het verhaal. Waar bewoners uit Amsterdam naartoe kunnen fietsen en dat kunnen ophalen, maar ook straks, wat mij betreft, op het pak melk of op het plak kaas of de groente in een wel of niet verpakt, dat is nog even de vraag, wat je kunt herkennen van dit komt daar en daar vandaan, dit is voedsel rond de stelling. Dit is uit mijn eigen omgeving en dat eet ik het liefst. Dat hebben we zo bedacht. Nou weet ik wel dat we ook Flevoland, dat kan een paar keer doen natuurlijk, die heeft geen stellingen, maar gelukkig wel weer het erfgoed. Dus ook dat zou nog een mooie uitbreiding kunnen zijn om bij wijze van spreken tot aan Schokland aan toe, het werelderfgoed in Flevoland, ook dat eraan te verbinden, zodat we daar een grote samenwerking in kunnen krijgen, omdat daar natuurlijk ook een heel groot deel van het voedsel wordt verbouwd. Eerder is vandaag ook al gerefereerd aan de waterlinie, de Hollandse waterlinie. En uiteindelijk is ook dat, die waterlinie langs zeg maar de streek van Utrecht, werelderfgoed geworden onlangs. Dus nou, wat is er dan logischer eigenlijk, terwijl je het niet doorhebt, ligt het voor je voeten de stelling van Amsterdam te gebruiken voor dat verhaal dat de bewoners moet meenemen en kan meenemen in het bereiken van die grotere aandeel korte keten op het bord. Wat ik al zeg, die voedsel, dat is sowieso natuurlijk al een verbindende factor, want we moeten elke dag eten en ik hoop voor de meeste mensen dat ze dat ook samen doen. Doe je het niet samen, dan is het nog wel leuk en fijn en belangrijk dat mensen ook in ieder geval aandacht besteden aan het voedsel dat ze bereiden. De vraag die iedereen eigenlijk zich stelt, als je het maar ook met de mensen er daar ook in meeneemt, is van ja, waarom moeten we het van ver halen als het hier ook wordt verbouwd? Dat is toch eigenlijk vrij simpel. En wat ik al vertel, die defensie van die defensielijn die ooit bedacht is voor die stelling van Amsterdam. Nou, we hebben het vorig jaar meegemaakt met corona, dat gewoon schappen leeg waren met de meest basale producten. En dus ja, je kan het ook zien echt als een verdedigingslinie voor Amsterdam of voor de regio, voor de MRA-regio als geheel, dat wij onszelf moeten verdedigen door weer meer voedsel uit de eigen regio te consumeren, te produceren, bij elkaar te brengen, om te voorkomen dat we nog een keer in zo'n situatie terechtkomen. Dat is vaak lange termijn politiek.
En politiek is meestal niet van lange termijn, dus dat maakt het nog wel eens complex. Maar wij, denk ik wel met de partijen, misschien juist niet de politiek, maar juist de andere partijen die hiermee bezig zijn, moeten zorgen dat die lange lijn tot stand komt. Nou, en die lange lijn met zo'n stelling die er al 150 jaar ligt, die is er volgens mij wel. Mooie bijkomstigheid is dat we hier nu, omdat er dus ook echt momentum is, op de Floriade staan. Want de Floriade gaat over tuinbouw. Het is uiteindelijk gewoon een internationale tuinbouwtentoonstelling van oorsprong. Het wordt nu wel veel breder getrokken, maar daar gaat het in de kern nog altijd om. En dan gaat het gewoon voedsel verbouwen. Dus wat dat betreft past de opening van de Floriade volgend jaar in april perfect voor het moment om ook hier nu kracht bij te zetten door die samenwerking op te zoeken op de korte keten. En dan iets verder weg, maar eigenlijk ook al heel snel. In 2025 is voor zover bekend Amsterdam 750 jaar geleden, nou niet opgericht, maar heeft 750 jaar geleden stadsrechten gekregen. Dat weten we dan ongeveer wel. Bestaat wel ietsje langer. Maar in ieder geval, en Amsterdamse ondernemers hebben daarbij bedacht, wij zouden eigenlijk dat moment willen aangrijpen om Amsterdam een soort food capital willen laten worden van de wereld. Eigenlijk als we nu de stad binnenlopen in Amsterdam, de binnenstad vooral, dan is het wel een beetje beschamend als je ziet wat daar dan aan voedsel wordt aangeboden. Het is alleen maar ongezond. Ik geloof voor 85% is onderzocht, is alleen maar ongezond aanbod. Dat moet anders. En dat zeggen gelukkig ook de ondernemers in Amsterdam, van de Koninklijke Horeca en van MKB Amsterdam en zoveel andere partijen. Nou, als we dat meteen kunnen meenemen, dan hebben we een goede oplossing. Want als we het aanbod kunnen veranderen in een deel lokaal, regionaal geproduceerd, dan hebben we daarin een mooie stap gezet om de Amsterdammers en de toeristen en de dagjesmensen allemaal te voorzien van een gezonder product. Dus ja, in die zin zijn er tal van kansen in de komende tijd, wat ook motiveert, denk ik, om samen juist vanwege die kansen met elkaar nu aan de slag te gaan. Voor mijzelf, vanuit Amsterdam, heb ik er even nagedacht, ja, wat moeten we dan doen? Want we kunnen het wel heel mooi praten en we kunnen wel steeds allemaal verklaringen afgeven en manifesten tekenen, maar we moeten ook een keer aan de slag gaan. En dus daarmee is al genoemd eerder vandaag, we moeten echt op zoek naar die data. We moeten die data beter te combineren. En Amsterdam heeft daar een rol in. De regionale samenwerkingsverband van Voedsel Verbind heeft daar een rol in. En heel veel ondernemers, et cetera, die pakken die rol ook al. Maar hoe brengen we dat bij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. En wie is daar dan ook verantwoordelijk voor? En wie pakt dat? Ja, wie neemt die organisatie straks ook op zich? Netwerken bouwen, daar zijn we altijd goed in, want daar houden we allemaal wel van, denk ik, om gezellig bij elkaar te komen. Maar wat gaan we met dat netwerk doen? Gaan we ook echt mensen aan elkaar verbinden? Zorgen we ook echt dat door die netwerken dat voedsel op het bord van die Amsterdammer komt? Dat is uiteindelijk toch echt het doel. Zoals gezegd, uitnodiging aan Amsterdammers, maar uiteindelijk natuurlijk gewoon aan alle mensen in de hele regio, om ook echt het landschap te gaan bezoeken, laat het ervaren. Voedsel is ook een belevenis, om het zo te zeggen, of een beleving. Allemaal moderne termen, maar die in de communicatie wel kracht hebben, dat het ook echt zo wordt ervaren door consumenten. Van ja, wat heb ik er dan aan en wat kan ik er dan ook nog een beetje lol aan beleven? Nou, met dat voedsel rond de stelling, denk ik dat er geen twijfel over mogelijk is dat je daar een hele hoop dingen aan kunt verbinden in de vorm van evenementen, in de vorm van bezoeken, in de vorm van toeristische routes, kaasmakerijen, wijnmakerijen, noem het op, dat kan allemaal. Dat is ook wat ik bedoel met die interventies. Wat voor interventies kunnen we nu met elkaar bedenken en wat is het effect van die interventies? Hoe kunnen we bijvoorbeeld die interventies zo richten dat ook dat idee van de voedselrondstelling ook bij wijze van spreken als een soort keurmerk zeg maar herkenbaar wordt voor iedereen. Voor de ondernemer die het interessant vindt om daar aan mee te doen en voor de consument uiteindelijk om te zeggen van hey, ik kies voor kwaliteit, ik kies voor lokaal. Zoals gezegd, we doen al ontzettend veel. Dat had ik aan het begin van mijn presentatie al aangegeven en ja, er zijn verschillende activiteiten die de afgelopen 2 jaar vooral zijn ingezet.
Er is een Amsterdamse strategie, circulaire economie, opgezet, die uiteindelijk ook in de stad ruimte moet bieden voor circulaire producenten, maar ook voor circulaire industrie, waar voedsel natuurlijk als een van de drie belangrijkste speerpunten in is benoemd. Voedsel en organisch restmateriaal, zoals we dat dan noemen. In kader van de voedselverspilling om te voorkomen, maar als er dan verspild wordt of niet meer gebruikt is, wat kun je er dan economisch gezien nog meer mee doen? Belangrijk onderdeel. Er is door heel veel partijen die al genoemd zijn, zoals de Rabobank, Local to Local, Flavor Food, aan boeren voor buren, allemaal al overleg in de afgelopen 2 jaar ingezet. Waaruit eigenlijk boeren voor buren en die vuist die daar staat, is ook eigenlijk echt het resultaat van dat overleg, om dat uiteindelijk tot stand te brengen. Er is 1 miljoen aan geld uitgegeven aan eenmalige subsidies voor stadlandbouw, voor verschillende projecten in de stad. Er wordt een website alweer een aantal jaren, zeg maar, gerelaunched, hebben we die vorig jaar, namelijk de website van Amsterdamse Bodem. En in kader van de crisis hebben we daar ook Support Your Locals aan gekoppeld, zodat mensen die toch al aan het zoeken waren op internet, nou, goh, wat kan ik met voedsel doen in de stad? Hey, ik kan ook iets bestellen. Of ik weet ook waar het wordt gekocht, zodat je meteen die ondernemers daaraan verbindt. Nou, we hebben in het voorjaar vooral gedacht aan hoe kunnen we die stelling uiteraard dus hier aan koppelen. En daar is eigenlijk nog een niet eens officieel vastgelegd, maar wel gepresenteerd logo uit voortgekomen. Dat we nu in ieder geval voorlopig gebruiken. Namelijk het logo van voedsel rond de stelling. En dit voorjaar is een voedselraad van start gegaan in Amsterdam. Echt met de partijen die grote achterbannen, grote groepen partijen in de stad vertegenwoordigen. En die hebben ook de korte keten als een van hun 3 speerpunten benoemd. Daarnaast ook gezonde voeding, niet geheel vreemd natuurlijk, en voedselverspilling. Dus het komt ook daar weer mooi bij elkaar. En dan is er tot slot nog een werkbezoek geweest, onlangs in september, met de wethouder mee naar Parijs, om te kijken naar stadslandbouw. Hoe doen ze het daar? Wat kunnen we van andere partijen leren? En tot slot, wat doen we al? Ben ik bijzonder trots dat Amsterdam ook deelgenoot is geworden van de City Deal. Ook de City Deal gezonde en duurzame voedselketen. Die heeft 3 speerpunten benoemd, samen met gemeenten als Rotterdam en Utrecht, Ede-Wageningen, Den Haag, Haarlem en de ministeries van Binnenlandse Zaken, VWS en Landbouw uiteraard, of voedselkwaliteit moet ik ook zeggen, hebben een handtekening gezet onder het plan van aanpak dat we gaan maken, waar ook de korte keten weer 1 van de 3 speerpunten is geworden. Kortom, aan alle kanten is het dichtgetimmerd, zou je bijna kunnen zeggen. En kunnen we ook niet meer terug, maar we willen ook niet meer terug. We willen graag vooruit door het zichtbaar te maken. En soms moet je het ook gewoon doen. En dat is meteen de afronding van mijn presentatie. Namelijk gewoon op de Dam met een pak melk gaan staan van bijvoorbeeld Boer van Amstel. Dankjewel.